In deze video gaan we het hebben over de Selman Ladder. Hoe kan je de Selman Ladder leren? Hoe kan je ervoor trainen? En welke technieken hebben we ermee te maken? De Selman Ladder is een obstakel wat je vaak aan het einde tegenkomt van een obstakelrun wedstrijd. Het is eentje die over het algemeen erg moeilijk is voor de meeste obstakelrunners. Het is vaak ook wel, als je die niet haalt, dat je een flinke penalty krijgt. Of je moet soms zelfs je hesje leveren of je bandje leveren. Afhankelijk van de race waar je aan deelneemt. Dus het is wel een heel belangrijk obstakel om wel te kunnen. En eentje waar ook veel obstakelrunners moeite mee hebben. En wat ook vaak veel kracht kost. Alleen het truc erbij is, als je de goede techniek ervoor hebt, dan hoeft het niet veel kracht te kosten. En is het ook redelijk makkelijk te leren uiteindelijk. Dus in deze video ga ik je daar veel tips voor meegeven. Eerst gaan we even kijken naar de technieken. Want er zijn verschillende technieken die je kan gebruiken om de Selman Ladder te halen. Er zijn verschillende manieren om het ook echt te halen. Dus we hebben de zwaaitechniek. We hebben onder andere een pull-up techniek die veel gebruikt wordt. Ook qua grip hebben we verschillende manieren om het te kunnen halen. Je kan het bijvoorbeeld in gewone hang kan je doen. Je kan het ook in een mixgreep doen, waarbij je je ene hand in bovengreep hebt en de andere in ondergreep. Dus heel erg persoonlijk ook wat je fijn vindt, of je beide handen in bovengreep wil hebben of in mixgreep. Het is goed om daarover na te denken en ook om beide technieken daarin te oefenen. Laten we eerst even de pull-up techniek zien. En deze is meestal in bovengreep, maar kan ook eventueel in mixgreep. Dat zal ik even hier even zien. Even laten zien. Dus eigenlijk een pull-up en elke keer verplaatsen naar boven bij de pull-up. En dit is een manier die heel veel energie kost, maar wel eentje die je heel snel kan. Dus met deze manier kan je wel heel snel achter elkaar omhoog. Daarvoor heb je wel de juiste ritme nodig. Dus het kan soms een uitdaging zijn om die ritme te vinden. Maar het is wel een veelgebruikte manier. En zeker als je erg sterk bent, is het een manier die goed werkt. We hebben ook de zwaaitechniek. Zelf gebruik ik iets vaker de zwaaitechniek. Die is over het algemeen iets trager, maar het kost wel minder energie. En over het algemeen kijk ik naar races waarbij ik zo min mogelijk energie verspil. Dus vandaar dat het wat meer mijn voorkeur heeft. En hier zie je dat ik hem iets langer over doe, dat ik iets meer zwaai. En dan de pull-up maak en de omhoog verplaats met de Selman Ladder. Dus een andere manier die eventueel ook kan. In principe kan ik ze beide, maar ik vind deze vaak iets fijner. Hierbij zie je ook dat ik hem dan in mixgreep heb. En de overweging voor mixgreep kan zijn, is dat voordeel als je hem in mix hebt, dat de stang niet kan gaan draaien. In dit geval is het nog een redelijk ruwe stang die niet snel draait. Maar bij heel veel races heb je ook vaak een soort losse stang die gewoon van ijs is, die makkelijk in de coaches draait. En als je dan je hand in bovengreep hebt, kun je polsen gaan meedraaien, waardoor het een stuk moeilijker is om de Selman Ladder te halen soms. Meestal doe ik hem zelf in mixgreep, vind ik vaak fijn. Alleen moet je daarmee wel de stok recht kunnen houden. Dus dit heeft allemaal voor- en nadelen om een bepaalde techniek wel of niet te doen. Hier een voorbeeld van Nia Warrior. Enerzijds om te laten zien dat je ook dus meerdere verhogingen kunt hebben. Maar soms heb je ze ook tegenover elkaar staan waarbij je een verplaatsing moet maken. Dus het Selman Ladder is niet altijd per definitie omhoog, maar kan ook dus aan de overkant zijn of eventueel omlaag. Dus je ziet dat je veel meer manieren nodig hebt ook om jezelf te kunnen verplaatsen. En hier zie je ook bij hoe hoog die is. Dan zou je niet zomaar tegenkomen op een obstakelrun. Maar het kan dus wel zijn dat je een keer een run tegenkomt waarbij je net een andere richting om moet gaan of een andere positie. Dus het is wel belangrijk om niet alleen maar de standaard Selman Ladder te kunnen, maar om juist vooral te kunnen verplaatsen. Zodat je alle obstakels die je tegenkomt altijd gewoon kan halen. Dus spreken we even kort de fases van de Selman Ladder. Er bestaat uit verschillende fases. We hebben de hangfase, we hebben de kickfase, poolfase en de liftfase. Er zijn vier verschillende fases die snel achter elkaar aankomen. Als ik hier even een voorbeeld op zoek aan. Hier zie je in ieder geval dat ik eerst helemaal hang. En wil je eigenlijk dat je schouders helemaal uithangen. Sommigen beginnen in een buiggang. Na van een buiggang is het die veel moeilijker is. Want je wilt eigenlijk een soort momentum creëren om uiteindelijk de stok op te kunnen tillen.
Dus mijn voorkeur zou hebben om in ieder geval goed te hangen. Dan wil je eigenlijk in je schouders een beetje ontspannen zijn. Dus hier hangen we. Dan krijgen we de kick van de... Naar de hang krijgen we de kick van de knieën over het algemeen. Dus de knieën worden omhoog gekikt. En daarna volgt eigenlijk al meteen de pullfase. Waarbij je jezelf dus optrekt. En doordat je eerst de kick maakt en je vervolgens optrekt... komt er dus momenten waar de stok loskomt. En krijg je de ruimte om vervolgens de lift te maken. En de stang op te tillen naar de volgende verplaatsing. Dus nu hier volgt de liftfase en verplaats je omhoog. Dus dat is de hang, kick, pull, lift. Dat is een beetje de volgorde die daar bij de fase te maken hebben. We spreken ook kort de meest voorkomende problemen. Veel zakenrunners hebben soms de verkeerde techniek die ze gebruiken. Er zijn dus verschillende technieken die je kan gebruiken. En bekijk voor jezelf goed waarom je een bepaalde techniek gebruikt. Ritme is daarnaast heel belangrijk, anders kost het heel veel energie. En lukt het ook niet altijd om verder te kunnen komen. Ander voorkomend probleem is gespannen schouders. Zoals ik net al vertelde, is het vaak heel goed als je in ieder geval goed kan hangen in je schouders. Dat je niet je schouders op slot hebt staan. Want op het moment dat je ze op slot hebt staan, is het veel moeilijker dus om aanpassing te kunnen maken in je zwaai. En ben je dus een beetje gelokt, waardoor je dus minder momentum kan creëren. Ander probleem kan wel zijn te weinig kracht en te weinig grip. Hoewel ik denk als je de juiste techniek hebt, dat je veel minder kracht nodig hebt. En grip is vaak wel weer belangrijk, dat je in ieder geval kan blijven hangen. En dat is zowel grip in bovengreep, als dat je een mixgrip is natuurlijk anders. Dus voor sommige mensen is het wel moeilijker om in een gemengde greep te blijven hangen. Dat zijn dingen die je ook moet oefenen. Hier een paar video's als voorbeeld. Met een aantal problemen die als voorkomen. Hierbij een voorbeeld waarbij je iemand ziet die eigenlijk... eerst de buigang maakt en eigenlijk van de buigang probeert omhoog te gaan. En het is veel moeilijker als je in buigang bent, want je gebruikt juist die kick en die buigang om een lift te kunnen maken. Dus je wil eigenlijk eerst lekker hangen. En hij heeft eigenlijk zijn arm al gebogen en hij probeert van de buigang nog eens een keer omhoog te komen. En dat zou ik niet aanraden om die manier te pakken. Het is wel goed om iemand erbij te bestaan om je te laten helpen, want dat kan wel goed helpen om je momentum te leren. Maar zou je eigenlijk altijd oefenen vanuit hang. Dus begin liever vanuit hang, zodat je een pull-up kan maken. Is hier ook een ander voorbeeld van Spartan Race, waarbij die niet omhoog is, maar iets meer schuin naar voren. En bij deze zie je dat hij eigenlijk nog niet helemaal goed een pull-up kan. Hij zou waarschijnlijk wel een pull-up kunnen, maar je ziet dat hij hem eigenlijk niet dynamisch nog kan maken. Dus hij is eigenlijk te traag om een pull-up te maken. Waar hij dus niet goed omhoog komt. En daarbij is ook zijn kickfase past niet helemaal bij zijn pull-up. Dus de volgorde daarbij klopt niet helemaal. En loopt niet helemaal lekker door. Dus daarbij zie je dat het een probleem is. Om voor hem ook omhoog te kunnen komen. Heb ik een aantal oefeningen voor je die je kan gebruiken. Om te oefenen voor Salmon Ladder. Ik zou je adviseren om met de hangfase te oefenen. Dus het kan gewoon zijn door gewoon te hangen en te oefenen met je schouders. Dat je je schouders helemaal uithangt. De meeste mensen die hangen bijvoorbeeld zo. Maar nu heb je eigenlijk je schouders nog een klein beetje gelokt. En je wilt eigenlijk helemaal kunnen uithangen. Dus je ziet eigenlijk hoe ver ik al verder kan hangen dan de normale hang. En dan heb je dus eigenlijk echt ontspannen schouders. En dat wil je ook oefenen. Om uiteindelijk zo meteen de kieptechniek te kunnen oefenen ook. En je wilt natuurlijk ook de mixgrip ook oefenen. Daarbij is de hang ook weer anders. In je schouders ook. Dus probeer die ook vooral mee te pakken bij je trainingen. De zwaaitechniek, het is altijd goed om te zwaaien te oefenen. Kan op verschillende variaties zijn. Eigenlijk alle manieren van zwaaien kunnen je goed helpen met het verbeteren van technische obstakels. En hierbij zie je ook een beetje een verplaatsing erbij. En deze oefening bijvoorbeeld met een verplaatsing omhoog, waarbij je wat meer lijkt ook op een Salmon Ladder. Nou, deze oefening is wat makkelijker dan een Salmon Ladder zelf. Dus het kan een mooie voorbereidingsoefening zijn om de zwaaitechniek te verbeteren. Ik zou ook vaak adviseren om de kippingtechniek te gebruiken. Zoals je al zag bij de voorbeelden heb je een soort hangstukje. En heb je na een kickfase waarbij je je voeten of je knieën opschopt. Dan kan je ook oefenen door deze oefening eerst te doen. Door met je schouders elke keer te ontspannen en uit te duwen. Dus eigenlijk ga je van een holle positie naar een bolle positie. En dit zorgt ervoor dat je
armromhoek naar beneden kan duwen. Dus je armen naar beneden kan duwen. Zodat je ruimte krijgt om uiteindelijk de stok op te tillen voor de celmodeller. Daarna volgt hij deze kipping techniek ook met een pull-up erbij. Het is eigenlijk een combinatie van beide. Dus eigenlijk kipping plus pull-up. En dan zie je eigenlijk al dat je al meer ruimte krijgt. En uiteindelijk ga je al meer je knieën mee optillen. Zo kan je de kipping techniek goed oefenen. Het is ook goed natuurlijk om een pull-up te kunnen, want je wil uiteindelijk omhoog jezelf kunnen optrekken. En je kan als je moeite hebt met de pull-up, kan je altijd beginnen met een elastiek. Dat zou ik altijd adviseren om te gebruiken. Elastiek kan je heel veel gebruiken bij je trainingen. Dus het kan bijvoorbeeld zijn een pull-up met elastiek. Uiteindelijk pull-ups zonder elastiek. Het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je een pull-up maakt en boven vasthoudt. Of halverwege vasthoudt. Switchen van je armen tijdens een pull-up. Dus je kan echt super veel verschillende variaties kan je wel bedenken om te oefenen voor de pull-ups. Maar het is in ieder geval iets wat je echt wel wil kunnen om een pull-up te doen. Daarna ga je eigenlijk door naar dynamische pull-up variaties. Want uiteindelijk wil je natuurlijk een snelle pull-up kunnen maken. Zodat je de stang voor de celmodeller op kan tillen naar de volgende coachje. Dus daarbij is het heel goed om dynamisch te trainen. Het kan bijvoorbeeld zijn door pull-ups waarbij je bijvoorbeeld je arm optilt. In dit geval is het één arm om en om. Of uiteindelijk waar je een pull-up maakt waarbij je twee armen optilt. Ik kan bijvoorbeeld ook optillen en armen ompakken. Dus van ondergreep naar bovengreep switchen. Of naar mix kan ik hem switchen. Ook kan ik bijvoorbeeld in mijn handen klappen. Ik kan ook draaien. Dus ja, je kan het zo leuk maken als je zelf wilt. Maar het gaat eigenlijk om dat je die dynamische pull-up goed kan. Als je die celmodeller goed wil leren. Andere oefening die ook goed zou kunnen helpen is het oefenen van muscle-up. Muscle-up heeft veel overeenkomsten met de techniek van de celmodeller. Dus kan je altijd goed oefenen eerst met elastiek. En je kan de elastiek natuurlijk zwaarder maken eventueel om de oefening makkelijker te maken. Dus afhankelijk van de zwaarte van de elastiek kan je meer geholpen worden. En zo kan je ook meteen meerdere herhalingen maken. Maar je ziet echt dat de techniek al aardig terugkomt van de celmodeller. Die ook zonder elastiek eventueel. En je ziet ook dat deze ook met dezelfde kipping techniek begint. Dus waarbij je eerst eigenlijk je schouders een klein beetje uitduwt. En vervolgens je armbronhoek sluit, waardoor je armen naar beneden duwt. En dus vervolgens zo je kan komen. Dus dat is een hele mooie oefening ook voor de celmodeller om te oefenen. Nog een paar laatste extra tips voor je. Als je celmodeller wil leren. Let op het materiaal van de ladder. Zoals ik zei, heb je verschillende soorten stangen die je tegen kan komen. Maar ook verschillende coaches waar die in hangt. Zelf heb ik bijvoorbeeld een voorkeur voor zwaartechniek. Maar ik had een keer bij het OCR, bij het EK in Polen meegemaakt dat er een redelijk dunne stang was en lage coaches. Dus als ik te hard zwaaide, schoot ik er vanaf met de stang. Dus toen moest ik wel mijn pull-up manier of techniek gebruiken. Terwijl een andere keer als ik bijvoorbeeld heel moe ben en ik meer grip heb met de stang, kan het zijn dat ik toch dan voor kies voor de zwaaitechniek, omdat dan mijn energie overhoudt. Dus daarin is het wel heel erg belangrijk dat je meerdere technieken kan, zodat je ongeacht de obstakel wat je tegenkomt, het gewoon toch kan halen uiteindelijk. Dus oefen de verschillende technieken. Bepaal daarin je voorkeurstechniek en bepaal wanneer je welke techniek gebruikt. Verbeter je grip, ook in mixed grip. Omdat het natuurlijk goed is om te kunnen hangen en soms makkelijk is daarbij. Dus bekijk welke grip je ook het fijnste vindt en oefen het hangen en zwaaien los. En vooral de laatste tip is wel heel erg belangrijk, omdat dit vaak veel obstakelrunners vergeten. Sommigen die willen graag rammen en maar gewoon 100 keer proberen dat het lukt. Ik zou kiezen om alles een stapje voor stapje te trainen en dan leer je hem echt super snel. Dan is het helemaal niet zo heel moeilijk. Dus celmodeller lijkt super moeilijk, maar als je met goede tips en goede technieken traint, kan je het echt super snel leren. Nou, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video met tips en oefeningen. We hebben verder nog gratis downloads op onze website staan. Op betaocr.nl/downloads. En we hebben ook verschillende trainingsprogramma's. Zo heb ik een trainingsprogramma, of een 30-daagse trainingsprogramma celmodeller ontwikkeld. Waarbij je in 30 dagen met 5 minuten oefenen per dag super snel de celmodeller leert. En je kan ervoor kiezen om die apart te kopen. Maar we hebben ook ons lidmaatschap. En als je lid bent van BetaOCR, krijg je gewoon toegang tot alle trainingsprogramma's die we hebben. Ik wens je tot slot veel succes met het oefenen van de celmodeller. En hopelijk tot op een run ooit.